Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we opklaringen boven het noorden en westen van het land en veel wolken boven het zuiden en ook in de buurt van Engeland. Die wolken bij Engeland die zijn belangrijk, want dat is een buiengebied en dat trekt vanochtend het westen van Nederland binnen. Ook over het zuiden valt af en toe regen. In het noorden schijnt de zon het langst. Temperatuur vanochtend al rond 16, 17 graden. Vanmiddag kan het in het oosten plaatselijk 20 graden worden. De buiutrek vanmiddag oostwaarts is een kleine kans op onweer. Naast de westkust wordt het vanmiddag juist droog en daar gaat de zon dan vaker schijnen. Vanavond ook nog her en der een buitje, maar uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen weer droog en zijn er opklaringen. Temperaturen vanavond rond 14 naar 15 graden. Morgen hebben we opnieuw een wisselvallige dag. Er is veel bewolking, af en toe schijnt ook de zon en er gaan weer buien vallen. Dat is een kleine kans op onweer en het wordt zo'n 17 naar 18 graden. Aan zee waait de wind stevig met windkracht 6. Ook dinsdag windkracht 6 aan zee, dan uit het noordwesten. En opnieuw vallen er buien, schijnt af en toe de zon en wordt het plaatselijk 20 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de, dag, van de week met 20 tot 22 graden. Donderdag en vrijdag gaat het kwik weer iets naar beneden. De buien blijven. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.